Nederland moet fors bezuinigen. Vanaf 5 maart gaan VVD, CDA en PVV met elkaar aan tafel zitten om te bepalen waar geen geld meer voor is. Wij gaan daar niet op wachten. Wij beginnen gewoon onze eigen serie. Bezuinigen doe je zo. En vandaag is dat met de bezuinigingsplannen van D66, Tweede Kamerlid daarvoor, financieel woordvoerder Wouter Koolmees. Een paar vragen, Wouter. Waar gaat als eerste, als het aan D66 ligt, op worden bezuinigd? In de eerste plaats willen wij zo snel mogelijk de pensioenleeftijd verhogen. Snel beginnen met het verhogen van de AOW-leeftijd, zodat je bespaart op de uitkeringen, maar ook meer mensen aan het werk houdt. Wat is snel? Volgend jaar al beginnen met het geleidelijk verhogen van de pensioenleeftijd. Geleidelijk is? 2 maanden per jaar, 3 maanden per jaar. Het kabinet wacht met het verhogen van de pensioenleeftijd tot 2020. Die schuift het voor zich uit. Dat vind ik A, onhandig omdat je nu niet de besparing kan inboeken. Maar B, vind ik het ook onrechtvaardig. Omdat je iemand die op 31 december 2019 65 wordt, mag met pensioen. En iemand die op 1 januari 2020 met pensioen 65 wordt, die moet dan nog een jaar langer doorwerken. Ja, maar iemand die nu al heel lang heel hard heeft gewerkt, die hoort nu opeens als het aan D66 ligt, dat hij nog 3 maanden langer die ellende moet doormaken. Ja, kleine stapjes verhogen van de pensioenleeftijd is denk ik heel rechtvaardig. En ook heel goed om zo snel mogelijk uit de crisis te komen. Wat levert het op? Ongeveer 300 miljoen euro per jaar. Dat is de verhoging van de AOW-leeftijd, bezuinigingspost nummer 1. Nu mag u nog 2 punten noemen en de daarbij behorende bedragen. Maar noem eerst de 2 punten in de prioriteiten die u legt. Wij willen de woningmarkt hervormen, zowel de koopkant als de huurkant. En we willen de kostenbewustzijn in de zorg vergroten. Ja, even de woningmarkt. Dat betekent het plan dat veel mensen hebben om iets aan de hypotheekrente te doen, neem ik aan. Ja, klopt. Wat is dan in D66's geval het voorstel? Wij willen niet de hypotheekrente aftrek afschaffen. Wat wij willen is dat mensen een prikkel krijgen om de hypotheekschuld af te lossen. Want nu is het zo dat Nederland heeft de hoogste hypotheekschuld in de wereld. En hoe gaat die prikkel komen? Een belastingvoordeel voor mensen die... Juist in de belasting dat we uitgaan van dat mensen een hypotheek in 30 jaar aflossen. Nu is het zo dat je de hypotheekschuld 30 jaar kan open laten staan. En pas na 30 jaar de hypotheekschuld kan aflossen. Wij willen ervan uitgaan dat je ieder jaar een deel van de hypotheekschuld terugbetaalt. En daarmee de schuld inlost. Maar dat levert heel veel geld op. De vraag was, wat is de prikkel dan? De prikkel is dat je niet meer het belastingvoordeel hebt om in 30 jaar lang die hypotheekrente af te trekken. Met andere woorden, na 15 jaar kan je nog maar de helft van de hypotheekrente aftrekken. Waardoor je de prikkel hebt om ook af te lossen en je schuld in te lossen. Dat scheelt heel veel geld. Structureel ongeveer op de lange termijn dus 5 miljard euro per jaar. En dat geld willen wij gebruiken om bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting af te schaffen. En ook de belastingtarief op arbeid te verlagen. Je doet dus wel iets aan de hypotheekrente aftrekken, want dat is de prikkel. De prikkel is... Eerste zin was, wij doen niks tegen de hypotheekrente aftrek. We schaffen hem niet af. Nee, okay. We houden hem in stand, maar wel zoals hij bedoeld was. Namelijk om de aankoop van je huis te financieren. Maar wel, we gaan er wel vanuit dat mensen gewoon in de loop van de tijd hun hypotheek aflossen. Oké, u wil wat aan de woningmarkt doen. Wat levert dat op qua bezuinigingen? Structureel, op de langere termijn. Want het gaat om hele kleine stapjes. Dat kan je niet in 1 keer doen. Dat gaat echt 10, 15 jaar weer daarmee bezig. Maar op de lange termijn 5 miljard euro per jaar. Ja. Dan de zorg noemde u ook. En dat is waar veel mensen in geïnteresseerd zijn. Want de premies gaan omhoog en er moet eigen bijdrage komen. Wat is uw voorstel? Belangrijk is in de eerste plaats om te zeggen dat we nu, en dat weten heel veel mensen niet, ongeveer 1/4 van ons inkomen betalen aan gezondheidszorg. Via de belasting en de premies, via de maandelijkse premies. Dat vindt u te veel? Nee, dat is heel erg veel, 1/4. En als we niks doen, stijgt dat tot 2040 tot bijna de helft voor een modaal inkomen. Dat betekent dat een steeds groter deel van het inkomen wordt gebruikt voor gezondheidszorg. En dat, op een gegeven moment heb je dan geen geld meer over, bijvoorbeeld voor belangrijke dingen als onderwijs, of dijken, of politie op straat. Ja. Dus je zal moeten ingrijpen om te voorkomen dat op een gegeven moment... En hoe? Een paar dingen. Een bekend voorbeeld is de rollator. Wij vinden dat de rollator niet meer in het basispakket moet. Als je jong bent, koop je een fiets. Of je ouders kopen een fiets voor je. Als je wat ouder wordt, koop je zelf een auto. Maar de rollator zit nog steeds in het basispakket. Dat moeten mensen voortaan zelf betalen. Ja. Maar ja, dat zal toch niet heel veel... Maar het is een bekend voorbeeld. Je kunt op Marktplaats, geloof ik, voor bijna niks een rollator kopen. Hoe weet jij dat? Ja, ik let ook op jou. dat is ook gelijk het probleem. Ja. Want we hebben geen tweedehands markt voor rollators. Want iedereen krijgt een nieuwe. Want dat wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Ja, maar u heeft vast ook ingrijpender plannen. Ja. Klopt. Want dit is een klein bedrag. Maar het is een illustratie van dat we nu heel veel collectief nog verzekeren. Wat mensen best meer zelf kunnen betalen. Ja, maar... En in ons verkiezingsprogramma staat ook een hogere directe eigen bijdrage. Dat betekent mensen met een laag inkomen
betalen maximaal 200 euro per jaar eigen bijdrage voor de gezondheidszorg. Mensen met een hoger inkomen maximaal 400 euro per jaar. Dat, die eigen bijdrage komt dus wel voor die mensen bovenop de premie die ze al betalen en die vaak omhoog gaat. Ja, klopt. Dus er wordt voor van de mensen door u een behoorlijke bijdrage, extra bijdrage aan de zorg. Ja, maar linksom of rechtsom betaal je het toch. Daarom begon ik met het punt van, we betalen nu al een kwart van ons inkomen aan gezondheidszorg. En als we niks doen, is dat 2040 bijna de helft. Dus die kosten zijn er en we vinden goede gezondheidszorg. Het is niet anders, zegt u eigenlijk. Ja, het is goede gezondheid, vinden we allemaal belangrijk. Maar hoeveel miljard levert dat op? Op de lange termijn, een miljard per jaar kun je hier uithalen. Ja. Via meer bewust omgaan met de kosten van de gezondheidszorg. Waar mag absoluut niet op worden bezuinigd? Dat zou ik niet verbazen van D66, maar op onderwijs. Want onderwijs zien we echt als een investering in de toekomst. Niet alleen economisch groeipotentieel van Nederland, maar ook qua participatie, qua meedoen in de samenleving en het benutten van de kansen die je als individu hebt. Dus op onderwijs zullen wij niet bezuinigen. Vreest u dat daar wel op bezuinigd gaat worden? Sterker nog, daar wordt al op bezuinigd door het kabinet. En je hebt ook de protesten van de leraren gezien de afgelopen weken. De afgelopen jaren, misschien wel twee decennia, is er steeds verder bezuinigd op onderwijs. Waardoor het gevaar bestaat dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit holt. En we juist niet investeren in de verdienkracht van de economie in de toekomst. Heb jij meegerekend of niet? 20 jaar geleden was ik voorzitter van de LSCB. Toen was er een kabinet waar D66 ook in zit. Toen werd er voor miljarden bezuinigd op het onderwijs. Dus dat is niet altijd Een garantie dat het daar zullen we Wouter nu niet op afrekenen. Ja. We hebben niet helemaal meegeschreven, maar als we alles optellen wat u denkt te kunnen bezuinigen, op welk bedrag komen we dan? Als we alleen deze drie items nemen, op korte termijn is denk ik 1,5 à 2 miljard. Maar op de lange termijn veel meer, omdat je echt je hervormt de economie. Je vergroot de verdienkracht van de economie. Dat betekent dat je op de lange termijn... Maar meneer Koolmees, er moet gewoon wel 10 miljard worden bezuinigd. Dat is nog helemaal de vraag. We hebben begin maart hebben we de cijfers van het Centraal Planbureau. Dan weten we hoeveel het precies is. En ik hou rekening met bedragen tussen de 3 en de 10 miljard. Maar dit zijn de drie belangrijkste hervormingen van D66. Die echt goed zijn voor de economie. En een begin zijn om de economie weer te laten groeien. En bijvoorbeeld zo'n verhoging van de pensioenleeftijd gaat sowieso gebeuren. We worden allemaal ouder. We leven allemaal langer in goede gezondheid. Wij zeggen, begin nu, geleidelijk. Want dan heb je wel die besparing. En dan zorg je er ook voor dat we voldoende mensen hebben straks. Want de arbeidsmarkt wordt echt krapper. Dat we voldoende mensen hebben voor de klas, mensen in de gezondheidszorg. En als je daar nu mee begint, kun je het geleidelijk doen en verantwoord doen. En anders wordt het straks allemaal in één grote klap. Okay.